Bruintjes, ik zit in de gemeenteraad en voor Democratisch Alternatief Blaricum, laten we zeggen de snelst groeiende partij. Ik ben tegen de blauwe zone en wel hierom zou ik zeggen, er is geen probleem dat opgelost moet worden. Met een blauwe zone los je een parkeerprobleem op. Geen gedragsprobleem en geen gebrek aan handhaving. Daar moet op gefocust worden. Als er goed wordt gehandhaafd, zijn er genoeg alternatieven om elders te parkeren. Klaar, geen blauwe zone, niet in Blaricum, absoluut onzin.